Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Lieve mensen, ik heb hier komkommer, een hele grote ook. En dan ga ik zuurgoed maken ervan. Maar hij is groot, omdat hij groot is, dan ga ik de helft maar doen. Zo. Haal ik uit het zakje. Ga ik hem even spoelen. Ga ik hem lekker snijden. Maar eerst ga ik een figuurtje erin maken. Dan is het meer aantrekkelijk om te eten. Dan ga ik hem door de helft snijden. Dan ga ik hem in de lengte snijden zo. Het is altijd leuk om te zien. Op het bord en een beetje chic. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Klein stukje peper straks erin zetten. Dan is het heerlijk. Zo. Nasi is altijd lekker een beetje zuur te hebben. Dan moet het ook lekker gemaakt zijn. Als je lekkere zuur maakt, dan is die vegetarisch nasi, mis je geen kip, geen vlees, niks. Het is zo overheerlijk. Je kan ook salaat zetten en zo. Dan ga ik dit door de helft. En met die billen heel zetten, dan blijft het zo heel. Met die kontje. Zo. Nooit te diep snijden hier. Die harde, die kontje die moet blijven. En dan blijft het vasthouden als je gaat snijden zo. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend
waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Vervolgens zet ik 1 kleine pepertje voor de smaak. Dat is het nog lekker. Zo. En nu ga ik een beetje zout in toevoegen. En ik heb hier gekruide azijn, aquamarijn. En dit ga ik erin zetten. Maar hij mag niet veel. Laat me zeggen 2 eetlepel en dan is het al goed. Dan ga ik hem goed mengen. Dan ga ik hem lekker intrekken. Oeh. Goed intrekken, hoeft geen water toe te voegen. Het ruikt heerlijk. Dan gaat hij mooi intrekken en dan kan je lekker op de vegetarisch nasi eten. Meer heb je niet nodig. En dit is echt Surinaamse kitchen style. Surinaamse style. Kijk, hier in Nederland maken we salade. Van alles en nog wat. Maar zo maken wij in Suriname. Eenvoudig, gezond en lekker. Heerlijk. En dan is hij klaar. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Agar aapko mera video pasand aaye, subscribe karna, like karna, comments dena aur notification button ko bhi daba dena taki naya video aapko mil sake. Phir milenge, bye bye.